Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe video op het kanaal Ethical Gains. Mijn naam is Timo. En voordat we de video gaan beginnen, ga ik eerst even een kleine challenge doen. Dat is namelijk deze hele fles water leeg drinken. Yes. Dankjewel. Ja, die challenge heb ik dus volbracht. Timo, dit is allemaal wel leuk en aardig, jongen, een atje water. Maar wat is het verschil tussen vegan en vegetarisch nou eigenlijk? Nou, dat ga ik in deze video uitleggen. Dus druk alvast op de like en dan gaan we de video beginnen. Zoals ik net in de intro heb verteld, gaat deze video over de betekenis van vegetarisch en de betekenis van veganistisch of vegan. En het verschil tussen de twee. Want het is voor heel veel mensen die er niet in verdiept zijn of nooit van hebben gehoord, niet duidelijk en denken dat het hetzelfde is en denken goed te doen aan vegetarisch in plaats van veganistisch. Dus om te beginnen bij vegetarisch. Vegetarisch is een begrip dat een dieet omschrijft. Dus een vegetariër eet geen vlees, maar een vegetariër eet ook nog eieren, vaak nog zuivel en draagt nog leer. Ja, en gebruikt ook nog andere producten waar dieren voor gebruikt zijn in het proces. En aan de andere kant heb je veganisme of vegan, wat een ethisch principe is. Dus het is niet een dieet. Als een persoon zegt, ja, ik ga nou een vegan dieet proberen, dat zou eigenlijk, dat is de verkeerde omschrijving voor het dieet, omdat het eigenlijk een plantaardig dieet is. Omdat het veganisme is echt een ethisch principe tegen het gebruik en tegen de exploitatie, zoals het in het woordenboek staat. Ja, tegen de exploitatie van dieren voor eten, voor kleding, voor cosmetica. En ook voor entertainment, dus bijvoorbeeld dierentuinen of circus. Dus zoals je kan zien zijn er al twee super grote verschillen. Het ene is een dieet, het vegetarisch dieet. En de andere is een ethische leefwijze en een principe waar je tegen de uitbuiting van dieren bent. Dus waarom is het zo belangrijk dat iedereen als veganist door het leven gaat en niet alleen als vegetariër? Nou, hoe ik het net al heb omschreven, ben je er waarschijnlijk al zelf achter gekomen waarom dit het geval is. Als vegetariër eet je geen vlees, waardoor je dus niet meebetaalt aan de bio-industrie tot hoever die komt van alleen de vleesindustrie. Terwijl de zuivelindustrie en de eierindustrie en ook de visindustrie is ook super slecht voor het dier zelf. Bijvoorbeeld de zuivelkoe, die wordt ongewild zwanger gemaakt. Dan 9 maanden later, net zoals een mens, krijgt die koe een kindje. En als die kalf een mannetjeskalf is, dan wordt het vaak of gewoon op de boerderij al doodgemaakt en anders naar het slachthuis gestuurd voor kalfsvlees. En als de kalf een vrouwtje is, dan krijgt hij dezelfde weg als haar moeder. Nou, dus dan wordt het de vrouwelijke kalf wordt weg bij de moeder gehaald. En in die situatie is de moeder vaak nog aan het huilen naar het kind toe en andersom ook. Dus dit brengt wel heel veel lijden met zich mee voor zowel de kalf als de moeder. En dan vervolgens geeft de moederkoe melk, want net zoals bij mensen geeft een koe alleen melk als het een kindje heeft gekregen of als zwanger is geweest. En dan wordt de koe iedere dag gemolken en dit proces totdat het melk niet meer zoveel is als de boer wil. Of als de vrager wil, want uiteindelijk is het vraag en aanbod. En dan begint het riedeltje weer hetzelfde. De koe wordt weer zwanger gemaakt en dit gebeurt ongeveer 5 of 6 jaar. En dan gaat ook die koe naar het slachthuis waar er vlees van wordt gemaakt. Dus dat is de zuivelindustrie die wel nog betaald wordt door vegetariërs. Dan krijgen we de eierindustrie. In de eierindustrie, en dit geldt voor alle eierindustrieën, dus de free range, de uitloop-eieren, de blije kip-eieren, de duurzame eieren, de beter leven-eieren. Al die verschillende eieren,
als er nieuwe kuikens worden geboren, die komen dan uit een ei, die worden gesorteerd op man-vrouw. En alle mannetjes, kuikentjes, die geen eieren kunnen leggen, die worden ook niet groot genoeg om als vleeskip te functioneren. Die worden allemaal op een lopende band gegooid en zo in een blender. Omdat deze kuikens geen eieren leggen. Of ze worden dus in die blender gedaan, of ze worden verstikt in grote zakken. Op hun eerste dag van hun leven. En dit wordt nog steeds gefundeerd door vegetariërs, omdat die nog steeds eieren eten. Dan komen we aan bij producten zoals leer. Nou, leer, zoals je waarschijnlijk al weet, is de huid van een dode koe. Vaak komt het leer vanuit India naar Nederland toe. Het meeste leer wat wij hier dus in Nederland hebben, komt vanuit India. En daar worden die koeien geslacht, geveeld, of ik weet niet hoe je dat noemt in het Nederlands. Of een vel wordt losgehaald van een huid en daar wordt dan leer van gemaakt. En dat wordt naar Nederland gestuurd. Dus als je iets van leer koopt, koop je dus of fundeer deze industrie die dus ook weer koeien vermoordt. Dus al deze verschillende industrieën die worden nog steeds gefundeerd door de vegetariër die we hier net hebben besproken. En niet gefundeerd door de veganist die als ethisch principe heeft tot hoever praktisch mogelijk is niet mee te werken of niet te betalen. Want dat is het vooral, niet te betalen voor dierlijk exploitatie of vreedheid naar dieren toe. En daarom is het dus ook heel hypocriet om te zeggen dat je vegetariër wordt voor de dieren. Dat is niet het geval, omdat je nog steeds je geld geeft aan industrieën die dieren nog steeds heel vreed behandelen en dieren gebruiken voor hun eigen bestwil. En dan nog een extra dingetje over een veganist. Die kan nog steeds dezelfde smaakproducten eten als een vegetariër of als zelfs een niet-vegetariër zonder dat dit van een dier hoeft te komen. En dat is het mooie aan veganistisch zijn, is dat je niks mist van het leven. Je kiest gewoon andere dingen in plaats van zoals je anders zou doen. Dus bijvoorbeeld amandelmelk of sojamelk in plaats van koeienmelk, kaas van kokosolie in plaats van melk, of sojaburgers of gewoon burgers van planten sowieso. En je hebt zo ongelooflijk veel verschillende vegan producten en het enige wat je hoeft te doen is in plaats van het ene product pak je het andere product en betaal je dus niet meer mee met deze gruwelindustrieën die ik net heb genoemd. Dus ik hoop dat ik hier wat meer duidelijkheid de wereld in breng over het verschil van vegetarisch en veganistisch. En dat je zo echt kan zien dat het twee totaal verschillende concepten zijn en betekenissen heeft. En ik hoop dat je iets aan deze video hebt gehad. Nou, heb je dat nou gehad? Laat dan alsjeblieft een reactie achter met wat je eraan hebt gehad. Laat ook nieuwe video ideeën achter. Druk natuurlijk ook op de like knop, daar help je mij heel erg mee. En abonneer natuurlijk op mijn kanaal @ColeGames. En dan zie ik je weer in de volgende video. Wat is dat?